En dit is er. De pas 17-jarige Indy de Vrome uit Kromvoort. Gisteravond hoorden ze dat ze voor de HAVO geslaagd is op het Rodeborg College in Rosmalen. Dat was een welkom bericht naar een zeer slopende terugreis vanuit het laatste toernooi in Oezbekistan. Ja, ik heb in totaal denk ik 24 uur gereisd. 8 uur in de auto gezeten en heel lang gevlogen. Dus ja, het was een lange reis. Op de baan in Rosmalen traint Indy met niemand minder dan Raymond Sluiter. De ster van weleer die 4 jaar geleden voor het laatst zijn grasschoenen aan had. Die schoenen vervolgens weggaf aan zijn neefje, maar ze gisteren terughaalde om te kunnen trainen met Indy. Ja, ik heb het nu een half jaar heb ik het niet gezien. Ze is ongelooflijk gegroeid als je beeld erbij pakt van 2 jaar geleden. Het scheelt volgens mij echt een centimeter of 20. Dus je ziet wel aan haar dat ze de coördinatie gewoon een klein beetje kwijt is. En dat is juist iets wat op gras heel erg belangrijk is. Nou, goed naar voren te spelen op het gras en te beginnen met niet te veel te dicht bij de lijnen. Om een beetje lekker in je spel te komen en van daaruit meer naar de lijnen te gaan spelen. Het centercourt van Rosmalen is bijna helemaal klaar voor de start morgen. De lijnen zijn getrokken, alleen het net moet nog opgehangen worden. En het gewone publiek zit dichter op de baan dan ooit tevoren. De faciliteiten worden zo eigenlijk voor alle partijen nog meer verbeterd. De tennisliefhebber zit aan de baan. De genodigde heeft extra goede faciliteiten om hun gasten te ontvangen. En de spelers hebben er geen last van. Op het centercourt spelen is de gewoonste zaak van de wereld voor deze Michaela Krajcik en Arantxa Rus. Voor Indy de Vrome is het een droom. Zij moet zich eerst kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Dat is wel iets wat ik heel graag wil bereiken natuurlijk, omdat het super mooi is. Maar het is vooral gewoon heel mooi om hier te zijn en hier te mogen spelen. Ze moet zichzelf gewoon de tijd geven en dan wordt het een hele goede tennister waar Nederland veel plezier aan gaat beleven. Haar HAVO-diploma heeft Indy al, nu nog een ticket voor het hoofdtoernooi.